It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan we weer lekker Advanced Warfare spelen. En spelen op de map Solar. En dit is echt één van de favoriete mappen van mij in Advanced Warfare toch nog wel. En ja, we gaan gewoon weer met de bal 27 spelen denk ik. Daar heb ik wel zin in. En dan gaan we even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus mocht deze video natuurlijk leuk vinden, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Kunnen we 30 likes halen? Als we dat kunnen halen zou ik wel blij zijn natuurlijk. En we gaan natuurlijk deze klas spelen gewoon weer non-lethal, want dat vind ik wel chill. Omdat je dan misschien wel kans hebt op een DNA-bommetje. En dat vind ik wel altijd relaxed. Zo. Ik was wel even dichtbij. Oh, spring tegen een bord aan. Oh, kut. Ik dacht dat ik hem even had ontweken. Dan had ik me even snel omgedraaid als ik die ene goos had gekild. Maar dat lukt dus niet zomaar. Oh, en ik word genaaid. Fuck. Oké, nu gaan we deze gasten even back rieben. Als ze er nog zitten. Nee, ze zijn weg. Ze zijn aan de andere kant van de map. Dus gaan we heel snel daarheen. Oh nee, hoe kon hij niet doodgaan? Dan had ik één goede triple gehad daar zo, jongens. Als hij dat dood kan, ik één vieze triple. En ik word weer gewoon fucking genijf launched. Kijk hoe ver hij er vooruit schiet. Ah, oh, dat moet ze echt. Ik hoop echt dat in Black Ops 3, serieus waar, gewoon niemand meer kan knijven. Ja, ik heb al laatste commentary gemaakt. Of die heb ik nog niet gemaakt. Die wil ik gaan maken over het panic knife systeem. Want ik had weer wat gelezen op die Charlie Intel site. Dat ik wou knijven en dan schiet ik niet vooruit. Wat, waar slaat het op? Ik ga er nog niet heel veel over vertellen, want er komt dan laatst juist een commentary over. Maar wat ik je dus wel vertel, is het panic knijven, of hoe je het wil gaan vertellen, hoe je het wil noemen, wordt heel anders in Black Ops 3. Of ja, Black Ops 3. Jezus, ik ga echt slecht. 8 om 7. Assist, dit slaat nergens op. Even een beetje te concentreren. Ik heb geen idee waar ze spawnen op dit moment, dus die is alweer dood. Hoppakee. Oh my god, teammate! Teammate gaat ook dood, let maar op. Ja, lekker teammates. Zo, die is ook lekker. Ik stop gewoon. Ik zweer het je, dit slaat echt nergens op. Wat ben ik een retard, jongen. What the fuck? Ik ben echt een van de grootste retards op aarde. Klaar. Dan wil ik iemand gaan panic knijven. Ik knijf gewoon helemaal mis, weet je. Achter me. Jij bent geturnd. Klaar. Enemy UAV online. Ik heb ook bijna mijn UAV. Oh my god! Nee! Oh, deze kill was zo mooi! What the fuck, ouwe? Die had even mooi gewoon gedosht, die ene kogels en die goos. Maar stond er net weer zo'n flikker erbovenop. Zie die maar even te ontwijken. Ga nu zo 1, 2, 3. Oh! Kan iemand bijhouden hoe vaak ik dit potje al ben gepanicknijd, alsjeblieft? Hier, lekker voor je! Ik knijf gewoon weer mis, hè. Ik kan gewoon niet panicknijven. Vind ik nog het grappig ook. Ik kan het gewoon niet. En dan wil ik het doen. Alles gewoon mis.
En we gaan het weer verliezen. Ik zweer. Ik zit echt altijd met de Mongoolste. Mongoolste. Kutste. Teammates die je maar kan verzinnen. Het is ongelooflijk hoe Call of Duty dat indeelt, maar ja. Kutzooi, echt zweretje man. Pytrek met een fucking thermal silencer. Ja, jij bent echt wel echt verder goed man. Het enige wat ik dit potje kan is gewoon fucking nee schudden. Dat het gewoon fucking kut gaat. En dan word ik ook nog iets van. Hoeveel sta ik? 24-40. 26-40, sorry. Waarom teun ik al deze mensen gewoon? Waarom kan ik niet gewoon betere scores? Ik vraag me af wat er in de gedachten van deze mensen omgaat. Ik ben echt bang nu, hè? Ik zweer het je. Zitten boven me, zitten boven me. Oh, dat was een sniper, daar heb ik geluk zeg. Goh. Ik heb een UAV. Oh. Kom op, kom op, ga door voor mijn system hack. Als ik mijn system hack haal, kunnen we dit toch niet meer winnen, maar maakt niet heel veel uit. Nee! En dan ga ik nog dood ook. Oh, laat maar. Ik ben echt een retard. Ik weet al wat de titel van dit is. Ik ben een retard. Klaar. Helemaal klaar. Ik ben... Ik kom ook niet meer aan mijn woorden. Enemies, maak even de final kill cam. Nee, nou dan kan ik jullie wel. Ook goed hoor. Als we nou nog die comeback maken, let's go! Ik was echt bang dat ik de final kill cam was. Nee, ja, ik ben niet de final kill cam. We hebben nog bijna ook die comeback gemaakt, maar... Dramatisch dit, dus mocht je genoten hebben van deze video, laat wel je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk, dat helpt mij enorm. Ik hoop jullie ook te gaan zien, toch wel bij een volgende video. En ik hoop jullie, ja, dat zeg je net al. Maar ja, tot de volgende keer zoals ik altijd zeg jongens, dus zoals ik altijd zeg, gewoon later.